Yes guys, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze video ga ik je 7 hacks geven die voor mij alles hebben veranderd in dit leven. En hoe je dat voor jezelf kan gaan toepassen. Laten we er gelijk induiken. Voordat we beginnen, like, abonneer en comment. Dat zal mij heel erg waarderen voor al deze video's die ik voor jou maak. En dan gaan we gelijk door. Nou, stop met investeren in je dood. En wat bedoel ik daar nou mee? Een paar maanden geleden had ik dus een discipline challenge en ik haalde mijn slechte gewoontes uiteindelijk weg. Social media, consumeren, klagen, porno, etc. Alle slechte bullshit die we op dagelijkse basis doen. Uitslapen, dat soort dingen. En ik verving ze dus voor goede gewoontes, excuses. Dus het meer creëren van content via social media, meer dankbaar zijn in plaats van klagen. In ieder geval meer liefdevolle relaties hebben met vrouwen dan porno kijken bijvoorbeeld. Of ja, dat soort dingen heb ik dus toegepast. Het stoppen met alcohol bijvoorbeeld dit jaar is een hele belangrijke geweest voor mij. En eigenlijk het geld dat ik eerst uitgaf aan uitgaan, 5 jaar geleden, voetbal en kleding destijds, geef ik nu uit aan cursussen, mentoren, voeding, gym. Ja, en in de laatste 30 dagen ben ik niet alleen sterk geworden, maar meer vastberaden. Ook een hogere drive in mijn business en ben ik meer stabiel om te kunnen gaan presteren. Dus stop met investeren in je dood, dus stop met dingen die jou niet verder brengen als mens. Verlaat je huis. Nou, ik zit nu momenteel 2 maanden in Bali en ik woon momenteel in Bali. En ja, ik ben hier extreem blij met deze keuze die ik heb gemaakt. En elke held heeft een journey. Ik ga ook helemaal meenemen in mijn reis hoe ik hier ben gekomen. En hoe ik hier bijvoorbeeld ga wonen, et cetera, weer volgend jaar. En hoe ik dat combineer met business, gym, vrouwen. Eigenlijk alles. Complete lifestyle. Nou, zoals je weet, Harry Potter verliet ook zijn pleegouders om naar Zweinstein te gaan. Ronaldo verliet ook zijn thuisland om bij Manchester United te gaan voetballen. We moeten allemaal als man uiteindelijk je huis gaan verlaten. En ik heb hier heel veel mee gestruggeld de afgelopen jaren. Vooral de locatie waar ik wilde wonen. Ik heb meer dan 20 landen bezocht, maar ik voelde me nooit ergens thuis. Marbella is wel een van de plekken waar ik me extreem thuis voel. Alleen wil ik nu niet die financiële beslissing maken om daar 5.000 tot 7.000 euro per maand uit te geven, wat ik daar makkelijk doe, zeg maar. En ja, daarom is Bali voor mij nu een betere plek waarin ik dus 2.000 per maand kan uitgeven. En ja, dat voor mij echt zulke kleine uitgaven zijn dat ik daar niet naar hoef om te kijken en hier prima kan wonen. Volgend jaar voor 4 tot 6 maanden en daar ga ik je ook in meenemen. En ja, de grootste kansen uit mijn leven zijn eigenlijk gekomen van locatieveranderingen. Dat is ook het makkelijkste wat je kan doen. En nu als ik weer thuis kom, straks over een aantal weken ga ik weer naar Nederland, kom ik thuis als een held. En denk erover na, zoals dit bijvoorbeeld. Ja, als je uiteindelijk je huis niet verlaat, dan blijf je altijd een kind. Dus op een gegeven moment moet je gewoon die stap maken. Ik ben nu 23 en nu emigreer ik volledig naar Bali. En ik vind dat voor mij, zeg maar, als leeftijd, vind ik dat als man ook al te laat, zeg maar. Dat ik dit al veel eerder had kunnen doen, misschien wel moeten doen. Maar ja, het loopt zoals het loopt. En ja, voor mij is het nu de tijd om op mijn 23-jarige leeftijd naar Bali te verhuizen. Volgend jaar voor 6 maanden. En ja, meer op mezelf te wonen in dat geval. Ga niet met je vriendin samenwonen. Ik heb hier redelijk al wat vrouwen ontmoet de afgelopen tijd en het lijkt super aantrekkelijk. Het splitten van de rekening, ze gaat koken, ze gaat schoonmaken. Het maakt ook lui en haalt je kracht weg. Zeker als je net geneukt hebt, dan heb je weinig levensenergie en weinig ambitie om naar de gym te gaan. En weinig ambitie om aan je business te werken. Je hebt uiteindelijk ruimte nodig om jezelf te ontwikkelen. En dat is ook een van de keuzes die ik maak. En waarom ik hier met 2 andere e-com ondernemers momenteel woon. Omdat ze mij accountable houden, gaan we samen naar de gym, gaan we samen eten, gaan we samen ontwikkelen, samen over business praten, samen geld maken. Al dat soort dingen brengen mij veel meer verder dan de hele tijd met een vrouw zijn. En zij heeft uiteindelijk, jouw vrouw, dan ook ruimte nodig om je te missen. Nou, eerlijk gezegd raad ik aan het begin sowieso niet aan om op welke leeftijd momenteel dan ook een relatie te nemen of een serieuze relatie. Ik ben nu momenteel 23, word volgend jaar 24 in juni. En ja, dat is een van de beste dingen die ik heb gedaan is de afgelopen jaren. Geen vaste relaties te nemen, geen vaste langdurige relaties. Dat heeft mij heel erg geholpen om meer succes te behalen, omdat je meer alleen bent, meer kan focussen. Ook afzonderen van vrienden en familie heeft mij daarin echt enorm veel geholpen. En ik ben eigenlijk van plan de komende jaren nog geen vaste vriendin te nemen, omdat ja, dat leidt mij gewoon enorm af van de doelen die ik momenteel heb. Als coach, maar ook als ondernemer om ja, andere mensen verder te kunnen helpen. Dus ja, voorlopig is dat voor mij een no-go. Stop met jezelf aftrekken. Nou, ik ga heel eerlijk zijn, dit heb ik natuurlijk in mijn leven ook wel eens gedaan in mijn jongere tijden. En ja, denk aan uiteindelijk hoe krachtig die drive voor seks is als je een aantal dagen / weken geen seks hebt gehad of niet hebt afgetrokken. Dan heb je heel veel energie en die kan je lekker in je business knallen. En denk aan hoe lui en relaxed je bent nadat je dus bent klaargekomen door seks of door jezelf eigenlijk, wat nog veel erger is, zeg maar. Dus ja, vermijd sowieso porno en aftrekken. Dat is sowieso een no-go. Seks mag wel. Dus hou dat even tot een minimum. Ik heb daar persoonlijk een regel bij dat ik dat 1-2 keer in de week max doe. En that's it. En gebruik die krachtige kracht om in energie te zetten om geweldig werk neer te zetten. Nou, over een aantal weken ga ik weer naar Nederland, zoals ik zei. Dan ga ik daarna ook een haartransplantatie laten doen in Istanbul over 4-5 weken. Daarna mag je ook 4 weken niet sporten, 4 weken geen seks ook. En daarin ga ik gewoon 8 weken similar attention. Dus ja, jezelf niet aftrekken uiteindelijk. En ook gewoon geen andere vrouwen zien in dat geval. Niet aftrekken is dus de regel. En seks is wel toegestaan. Alleen geef alleen je levenskracht niet weg. Blijf niet heel de nacht met te liggen, heel de dag met te zijn. En de gemakkelijkste manier om dit te merken is in sport. Welke drive je hebt om naar de gym te gaan. Of te voetballen, tennissen, padellen, kickboksen, surfen, zwemmen, wat je ook doet. En je vuur en je competitieve drive komt echt terug als je nu stopt momenteel met aftrekken. Dus dat is een van de belangrijkste dingen die je misschien nu al doet. Maar waarmee je echt mee moet gaan kappen, man. Oké, geen telefoon. Eerste uur van de dag en voltooi je hierin dus 3 dagen. Ik struggle met dit net zoveel als ieder ander mens, waardoor je dus op je telefoon wil kijken, kijken wat voor vrouwen je berichten hebt gehad, of kijken hoeveel geld je hebt verdiend, of scrollen op Instagram, maar ja, dat doe ik niet en de resultaten zijn echt duidelijk. Als ik gelijk mijn telefoon check, als ik wakker word, ga ik echt in een luie modus. Sta ik later op, begin ik mijn dag later, heb ik een andere intentie van de dag en ja... Voor mij is het ideaal dat ik hier in Bali zit en dat 7 uur eerder is. Dus als ik op mijn telefoon kijk, slaapt iedereen in Nederland. Dus dat is wel ideaal en dat helpt mij enorm. Dus daarom is locatie ook zo extreem belangrijk hierin. Dit was eigenlijk alweer een gloednieuwe video voor je. Ik hoop dat je hier superveel aan hebt gehad. Laat even weten wat voor video's je nog meer zou willen zien. En dan check je weer in de volgende video. Ciao, ciao.